Praag kent Slavia Praag, Sparta Praag, Bohemians Praag, Victoria Zistov en Dukla Praag, de oude lege ploeg die doordat het communisme ineenstortte is weggezakt naar de derde liga. 4000 man dus zijn er uit Nederland gekomen naar Praag, zo'n 900 kilometer. De meeste kwamen met bussen hier naartoe voor die wedstrijd Tsjechië-Nederland. Beide ploegen hebben evenveel verliespunten. Tsjechië heeft er 4 door dat gelijke spel op Malta en het gelijke spel in Rotterdam tegen Nederland. En ik herhaal nog eventjes dat je dus bij een overwinning 3 punten kunt krijgen. Bij een gelijkspel is dat 1. Nederland is ook 4 verliespunten door het gelijke spel in Oslo tegen Noorwegen. En dus dat gelijke spel tegen Tsjechië in Rotterdam. Ploegen zijn nog niet op het veld. Tsjechische coach Urin, die bijzonder nerveus was voorafgaand aan deze wedstrijd de afgelopen dagen, die maar niet wilde geloven dat Bergkamp hier niet zou zijn, heeft zelfs een paar spionnen naar het hotel gestuurd van het Nederlands elftal. En Guus Hiddink heeft die spionnen pardoes het hotel weer uitgegooid toen die zag dat de spionnen kwamen kijken of Bergkamp er echt niet was. Ook vlak voor tijd heeft Urin pas de opstelling gegeven van Tsjechië. Daarin zitten niet echt veel verrassende namen. Er zitten wel een aantal buitenlanders in die ploeg. Buitenlanders dan omdat ze in de Bundesliga spelen. Zoals bijvoorbeeld Katlec, de libero. Hapal, de linker verdediger. Hij speelt bij Leverkusen. Natuurlijk Skouravi, de man van Genoa uit de ploeg van Johnny van Schip. Kuka, de spits van Kaiserslautern. Nemecek, de verdedigende middenvelder van Toulouse. En Nemec, de ploeggenoot van Juri Mulder. Hij speelt bij Schalke 04. Internationaal succes kende natuurlijk het nationale elftal van Tsjechoslowakije. U weet dat waarschijnlijk nog wel in het Europees kampioenschap van 1976 in Joegoslavië. Toen Tsjechoslowakije Duitsland versloeg in de finale. Door die prachtige penalty onder meer van Panenka. Toen die Sepp Maier verschalkte met zo'n stiffertje. En Nederland overigens toen werd verslagen door Tsjechoslowakije in de halve finale. En toen was daar veel tumult in de verlenging. Toen onder meer Van Hanegem en Cruijff uit het veld werden gestuurd. Voor deze supporters zijn er ook weer 35 supposten zeg maar meegereisd uit Nederland. Nederlandse politiemensen die het legioen dan moeten bewaken. Het legioen dat absoluut niet vervelend was vandaag in de stad. Het was prachtig weer. Men heeft zich uitstekend vermaakt. En zo hoort dat ook. Het gaat dus nu dus om het echi voor Guus Hiddink. Maar die oefening in het land tegen Frankrijk en Portugal. Die beide dus verloren werden. Met 1-0. En de triomf op Malta, wat iedereen dus had verwacht, valt er hier pas echt iets te winnen. Het is dus afwachten hoe die nieuwe tactiek uitpakt. Het openlaten van die linkervleugel. Dit zijn de namen: Ed de Goeij, Stan Valks, Danny Blind, Wim Jong, Frank de Boer, Clarence Seedorf, Arthur Newman, Aaron Winter, Peter van Vossen, Ronald de Boer, Overmars, Roy, Bos, Kluivert, de Kok, Van der Sar. Dat zijn de reservespelers, de laatste 5 daarvan. En ik weet niet of de Tsjechische regie ook nog de Tsjechen laat zien. Kuba is de doelman. Repka, Sugo Parek, Hapal, Katlec, Nemecek, Nemec en het Wilhelmus.
goede sfeer hier in het stadion. Ook natuurlijk bij die aanhang voor Tsjechië. Ik was gebleven bij Nemec in de opstelling. Patrick Berger is het grote talent. Terwijl u kijkt naar scheidsrechter Helmut Kroek, de Duitser. Dit is hem en hij wordt geassisteerd door Engler en Lommer. En hier is dan Tsjechië met Berger, Kuka, Skouravi. Dat zijn de spitsen. Friedek daarachter. En verder op de reservebank Tsjetskal Latal. Dat is wel een verrassing dat hij niet speelt. Medved, Drulak en Siegel de spits. Ronald de Boer dus in een wat vrije rol achter Peter van Vossen. Op de positie 10, zoals dat tegenwoordig in moderne voetbaltaal heet. En hier nog een keer het beeld van de scheidsrechter Kroek. En dit is de doelman, Kuba, Peter Kuba van Sparta Praag. Niet Srinicek, de doelman van Newcastle. Die is geblesseerd in Engeland, achtergebleven. Srinicek die nog wel keepte in Rotterdam. En dit is nog steeds de nummer 1 van Oranje, Ed de Goey. Skouravi is er dus weer bij. Heeft een tijdje een onmin geleefd met de coach, maar speelt nu in de spits. De lange, sterke aanvaller van Genoa. Jonk, van Vossen, draait goed weg, bijna Numan, libero Katlec. Die vijf verdedigers dus bij Tsjechië, Katlec als libero, Sugo Parek daarvoor, de stopper, Hapal, Repka en ook Nemec zal zich laten zakken aan die linkerkant om verdedigend te assisteren. Tegen dat blok van vijf verdedigers moet Nederland dus aanvallen. Geen buitenspel. De eerste kans. En de Goeie zit er goed bij. De kans was voor Berger. De man dus achter de spitsen waar Hans Doyé net al voor waarschuwde. Het was geen buitenspel. De Goeie overlegt nog even hoe dat kwam met Seedorf. De eerste kans voor de Tsjechen in de tweede minuut. Match. Niet voor Seedorf. Ja. Van Vossen, de Boer. Seedorf gaat. De Boer zelf. Geen overtreding. Een erg harde schouderduw. De Boer krijgt niks. Jong. Het is Hapal. Goede controle van Seedorf. Overmars. Overtreding. Liep tegen zijn tegenstander op. Vrije trap voor Tsjechië. Nemecek. Kuka. Goeie paas op Skouravi. En de Goeie. Overtreding tegen Nederland. Moet overnieuw worden genomen.
wordt er denk ik toch wel direct gespeeld op Skouravi. Ja, die wordt gezocht. De Boer verdedigt hem. En er zat de Boer naast. Dit is dus Thomas Skouravi. Seedorf. Dat is keurig. Nieuwman. Bijna de Boer. Daar zit Roy. Rechts Patrick Kluivert. Friedek. Weer snel diep gespeeld. Kuka. Valks. Maar wat aarzelend. Tsjechen spelen in die openingsfase heel direct op Kuka. Op Skouravi. En laten zich dan massaal weer terugzakken. Want de bal wordt er nu goed achtergegeven. Overmars. Katlec. Dat is dom. Weer een duel dat werd uitgevochten. En weer krijgt Nederland de vrije trap tegen. Dit is Hapal. Skouravi. Nemec. Skouravi. Berger gaat. Kuka. Skouravi kon daar niet bij omdat hij terugstapte, omdat hij in buitenspelpositie liep. Winter. Beweging bij Van Vossen. Of het is Seedorf natuurlijk. Seedorf. Jonk. Seedorf. Jonk zou kunnen schieten. Natuurlijk. Wim Jonk. Goed schot. Doelpunt Wim Jonk. Jongen, jongen, jongen. Wat een goal. Zo scoorde hij ook tegen Ierland op het WK. En nu scoort hij voor Oranje in de zevende minuut. Was eventjes ruimte voor een schot. Aanleggen. En haarzuiver in de hoek uithalen. Prachtige goal van Wim Jonker. Wat een opsteker voor het Nederlands elftal. Na die goede kans van Berger. Zet Nederland hier door Wim Jonk Tsjechië op achterstand. Goeie knal. Waar de keeper absoluut niet bij kan. Nou, een hele aardige openingsfase. Is dus Tsjechië dat meteen direct speelde. Richting de spitsen. Niks verdedigend. En Oranje dat scoort via Jonk. Winter, Jonk, de Boer, Roef, Jonk, Katlec meteen weer met zo'n lange haal naar Skouravi, maar Tsjechen blijven wel in balbezit. Kuka. Geen buitenspel, daar is hij weer, Berger. Berger met zijn kans. Geen doelpunt. En Nieuwman kan dat toch moeilijk belopen. Patrick Berger opvangen. Taak is ook weggelegd voor Seedorf aan die linkerkant. Het gevaar komt daar dus vandaan. Tweede kans voor Berger. Voor de tweede keer liep het goed af. Wittink langs de zijlijn. Ziet dat gevaar ook.
Seedorf zal meer behouden moeten spelen om Berger in de gaten te houden. Ronald de Boer, afgetroefd door Katlec. Jonk. Van Vossen. Van Vossen. Overtreding. Skouravi wint weer. Kopduel. Seedorf. De kans voor Kuka. Nu dan. 1-1. Nee, weer niet. Wat laat Nederland daar gaten vallen in die verdediging. Dit was een persoonlijke fout waardoor Tsjechië in balbezit kwam. Derde kans voor de Tsjechen binnen 10 minuten. Een goede ook. En Oranje komt heel goed weg in die openingsfase. De Boer, Seedorf, Van Vossen gaat. Jonk met ruimte. Seedorf. Alleen Skouravi en Kuka blijven voorin hangen als Nederland in balbezit is. De rest laat zich ver terugzakken. De Boer. Daarachter is Overmars. Nemec. Kuka met Valks. Nemecek. Nemec. Meteen dus dat vroege storen van Oranje. Waardoor die lange paas naar voren richting Skouravi niet gespeeld kon worden. Maar Nederland ook weer in balbezit. Overmars. Winter. Seedorf. Jonk weer vrij spelen of zelf schieten. Combineren. Mooi. Jonk. Iets te scherp gespeeld door Overmars. Mooi gedreigd door Seedorf. En dan kaatsen. Snel genomen die vrije trap door Numan. Van Vossen. Breed geven op Overmars. Hij ziet het. Paas was niet goed. Seedorf. De Boer. Nog een keer de Boer. Mooi hakje op Nieman. Kan hij er tussendoor? Erg hoog been van die doelman. Een goede uitworp. Goed onderschept op Blind. Nemec. Overmars.
Overmars. Overtreding. En de gele kaart voor Hapal. Overmars met zijn snelheid was hij weg. En dan wordt de bal niet gespeeld door Hapal. Terecht een gele kaart voor de verdediger van Tsjechië. Overmars met links dan. Nieman, Seedorf. Nieman. Jong. Van Vossen. Kaatsen mislukt. Nemecek. Jagen dus op Katlec. Zorgen dat die lange paas niet komt. En dus in balbezit komen. Goed gestoord van het Nederlands elftal. Winter. Van Vossen. De Boer. Jonk. Van Vossen. Van Vossen. De bal gaat goed rond bij het Nederlands elftal, rondom het strafschopgebied van de Tsjechen. Winter, Jonk. Seedorf is vrij doordat Friedek naar die bal ging. Geen hens was het volgens de scheidsrechter. Winter. De Boer. Ja. Tsjechen toch behoorlijk in paniek. Seedorf. Winter. Beweging bij Van Vossen. Nieman. Haalt hij dat? Ja, dat haalt hij. Goed ingekomen ook door de Boer. Dat is de kracht van Nieman. Dat is wel verdedigend aan die linkerkant, goed uit de voeten kan en ook zo'n bal haalt. Als bijna een echte linkerspits. Kuka. Goed van de bal afgezet. Tsjechen die heel laat aansluiten. En dit is de coach, Urin. Winter. Van Vossen, ja, die liep tegen Katlec op in zijn enthousiasme. De scheidsrechter geeft daarvoor een overtreding. Steun voor de Boer. Skouravi. Skouravi. Goed gedaan van Falks. Nemec.
hoekschop voor de Tsjechen. De tweede. De goede organiseert. De kleintjes bij de palen. Niemand bij de eerste. Overmars bij de tweede. De goede. Winter. Meteen het stoor op Katlec. Hapal. Blind. Die dat goed afschermt. Vrije man is Jonk. Nou, dat is ook een gele kaart, vind ik. Verontschuldigingen van Friedek. Tegenover Aaron Winter. Maar nu houdt de scheidsrechter de kaart op zak. Overmars. Nemec. Draait mooi weg. Buitenspel. Routine van Frank de Boer. Die Skouravi buitenspel zette. Net op tijd naar voren liep. En in die eerste 20 minuten speelt het Nederlands elftal met veel zelfvertrouwen. Het speelt makkelijk. Het zoekt eenvoudig de vrije man. De bal gaat goed rond. De Boer die goed speelt, zich continu aanbiedt. De bal vast is. Ook Numan voorin goed meespeelt. Overtreding op Winter. Zeggen die nu iets vroeger storen, dat het door Nederland iets moeilijker vooruit kan voetballen. Jong. Niemand. Inworp van Nederland. Repka die bal verkeerd beoordeelde. Kuka. Meteen opgevangen door Frank de Boer. Mooi weggedraaid, Ronald de Boer. De paas was moeilijk voor Van Vossen. Van Vossen. Goeie paas van Blind. Winter.
Lind. Jonk. Van Vossen. Paas mislukte van Winter op Van Vossen. Seedorf. Van Vossen werd eventjes vastgehouden, niet gezien door de scheidsrechter. Van Vossen die babbelt er wel eventjes over. Tsjechen via Katlec. Skouravi. Doorkopen Kuka. Seedorf neemt af en toe iets te veel risico. De trap is voor Tsjechië. En de groei. Misverstand tussen Jonk en de Boer. Schot is van Nemetschek. Achterin is Nederland zelf af en toe wat slordig. Maar onnauwkeurig. Iets te gemakkelijk. Nog eventjes uitgesproken tussen Jonk en Winter. Wat te doen in zo'n situatie. Duwtje van Jonk. De Boer blijft in principe bij Skouravi. Falks bij Kuka. Daar is Skouravi. Die kan het duel toch makkelijk winnen. Helemaal niks aan de hand. Kuka. Skouravi met Falks. Skouravi. En geen strafschop. Op het randje. Op het randje. Wim Jonk. Hier nog een keer dat moment. Falks. Ja, houdt Skouravi wel vast. Laat hem dan weer los. En Skouravi die natuurlijk heel mooi valt. En de scheidsrechter vindt het geen strafschop. Ik ook niet. Kuka. Friedek. Loopt dan Jonk op de hielen. Ja, en dan schreeuwen de Tsjechen moord in brand. Net niet in het voordeel fluiten van de Tsjechen. En nu wel voor zo'n nutteligheid. Voordeel geven voor Oranje. Storen weer op Katlec door Van Vossen. Aansluiting ook van de Boer. Als Nemec aan de bal is. De vrije man is dan Nemecek. Weer een lange paas. Kuka. Overmars. Jonk. Overmars. Heeft de ruimte. Heeft de ruimte en is er langs. Zet de haap al weg. Luman komt insnijden. Overmars. Vrije man is Van Vossen. Wat kan hij? Paslopen. Dat is jammer.
Maar de aansluiting is bij het Nederlands zelf wel goed verzorgd. Jonk, Seedorf pakken die afgeslagen ballen weer op. En dan begint het kaatsen weer. De Boer. Geen overtreding. Hij laat veel toe, de Duitser. Katlec. Kuka. Precies een half uur gespeeld. Eigenlijk hebben de Tsjechen toch de betere kansen gekregen. In de eerste 10, 15 minuten. Nederland dat toen scoorde. Door die goal van Jonk. Wat natuurlijk niet echt een kans was. De Boer valt over dat been van Nemec heen. Voelt zich toch lekker, denk ik, in die wat vrije rol achter de spitsen. De Boer die dus dit seizoen vrijwel onafgebroken op die rechtshalfpositie speelt bij Ajax. En dat ook goed uitvoert. Overmars. De kans is voor niemand. Van Vossen klaagt weer bij de scheidsrechter. Ik werd vastgehouden en een opstootje. Niemand loopt snel weg. En krijgt dan toch een kaart geel. Hij dacht het te ontlopen, Arthur Niemann. Toen hij doorging op de keeper hier, raakte hem inderdaad eventjes aan. Of dat nou opzettelijk was, weet ik niet. Gele kaart dus. Niet voor Aaron Winter. Die ziet er wat anders uit. Maar voor Niemann. Skouravi wint weer een keer een kopduel. En dan is er meteen gevaar. Weer via Berger. Nu wordt hij opgevangen door Frank de Boer. Valks, Jonk. Veel te riskant. Friedek. Skouravi niet. Nederland is slordig in die verdediging. Seedorf. Overtreding. Katlec. Maar weer een mogelijkheid voor die Tsjechen. Naar het slordige uitverdedigen. Maar ja, tot nu toe loopt het steeds goed af. Katlec. Van Vossen moet mee terug om hem af te stoppen. Skouravi, Katlec. Daar is niemand. Van Vossen. Seedorf. Slordig gegeven door Van Vossen. Kuka. Nemecek. Kuka. Combineren goed door het centrum. De Tsjechen. Via Kuka. Nemecek die inschuift. Skouravi die zich aanbiedt. En Hiddink drentelt weer wat nerveus langs de lijn. Buiten beeld.
Overmars. Seedorf. Numan houdt het veld breed. Van Vossen biedt zich aan. Hij ziet toch dat Peter van Vossen wedstrijdritme mist. Een man die de laatste tijd op de bank zit bij Ajax. Die dat in één keer moet oppikken. Ook nu weer fout kaatst. En Falks die Skouravi buitenspel zet. Bij Hiddink moet dat ook opvallen dat Van Vossen in aanvallend opzicht niet voldoet. Verdedigend wel stopt die Katlec regelmatig goed af. Ontregelt de opbouw bij de Tsjechen. Maar hij heeft twee taken. Jong. Overmars. Goed laag. Hoekschop. Het regent niet meer. Brian Roy die eventjes naar de hemel keek. Begin van de wedstrijd regende het wel eventjes. Daardoor is het veld lekker glad. Kan er snel gespeeld worden. En nu is het droog in Praag. En de hoekschop van Overmars. Proberen natuurlijk. Numan. Winter. Goeie sliding van Suchel Parek. De voorstopper. Winter. Van Vossen kan. Geen buitenspel van Vossen. En goed uit zijn doel gekomen. Kuba. Seedorf die nu wat beter Patrick Berger in de gaten houdt. Dat meer laat zakken als Tsjechië in balbezit is. Waardoor het gevaar Berger voorlopig is ingedampt. Dit is toch echt niet Frank de Boer. Dus eventjes wennen voor de Tsjechische regie. Hier is de nummer 4 van Tsjechië, Hapel. Skouravi babbelt eventjes met Hapel. Iets van, geef mij die bal maar, kom maar hoog. Kan ik wel wat mee doen. Daar is Skouravi. Hoekschop. Voor Parek. Kuka met Blind. Hoekschop voor de Tsjechen. De groei moet komen. Jonk
Van Vossen. Helemaal alleen. Nu komt Jonk aan. Van Vossen zelf. Maar dan moet hij toch meer kunnen uithalen. De aansluiting was heel laat van Wim Jonk. Over de as van het veld. Maar hij versiert wel een hoekschop. Man. Overmars. Skouravi. Ledge. Appel. Nemecek is vrij. Buitenspel. Overmars. Jonk. En inmiddels is het wel weer behoorlijk gaan regenen. Lange bal van Vossen. Match. Kuka. Daar is een behendige jongen. Kan heel kort draaien. Loopt veel om Skouravi heen. Dat is vaak het aanspelpunt. Nu deed Kuka het zelf. De Tsjechen blijven toch levensgevaarlijk voorin. De Boer. En Urin. Brengt hij een derde spits in de tweede helft. Siegel bijvoorbeeld. Ook een hele snelle jongen. Overtreding van Jonk. Binnen doorgegeven. Frank de Boer op de goede plaats. Overtreding van Ronald de Boer bij de cornervlag. 44e minuut van de wedstrijd. Dit zijn natuurlijk gevaarlijke situaties. Skouravi mee, Nemecek mee. Kans is voor Friedek. Katlec. Daarachter de kans. Voor Friedek.
Dit is Kuka. Die kwam op bij de eerste paal, maar daarachter was de kleine Friedek die opdook. Friedek die dus samen met Berger van achter die spitsen vandaan komt, insnijdt. Berger die dus in de eerste 15 minuten voor gevaar zorgde. En het laatste kwartier van die eerste helft is dat ook Friedek. Ook omdat Seedorf veel controlerender is gaan spelen. En daardoor ook de Nederlandse aanval minder kan ondersteunen. Nu schuift hij wel mee in. Maar toch weifelend. Kuka. Zorgheid van Frank de Boer. Berger. Berger. En Blind die dat weer moet afstoppen. Heeft de Boer toch patent op. Af en toe zo een fout te maken. In Nederland dat dus over het algemeen in de eerste helft slordig was in het uitverdedigen. Nonchalant in de passing. Daardoor onnodig in de problemen kwam. En het rustsignaal van de scheidsrechter. Nederland op een 1-0 voorsprong door die goal van Jonk. Eigenlijk heeft het Nederlands zelf toch weinig kansen gecreëerd. De Tsjechen hadden de betere mogelijkheden via Berger. 3 keer zelfs. Ook nog die kleine kans voor Friedek vlak voor tijd. Tot zover de eerste helft. We gaan naar het veld. Naar Juraatjes. In dezelfde groep worden vanavond nog 2 wedstrijden gespeeld. Wit-Rusland heeft inmiddels tegen Malta gespeeld. De uitslag is uiteraard voor de statistieken. Beide ploegen doen niet meer mee voor de eerste 2 plaatsen. Maar de uitslag was 1-1. En op dit moment speelt Noorwegen tegen Luxemburg. De tussenstand is daar 3-0, want er wordt nog steeds gespeeld. Dit was het even vanuit Praag. In de rust zijn we terug met 2 reclameblokken. En dan hier in de studio met Frits Barend en Piet Keizer. En een korte analyse van die eerste helft. Dus graag tot zo hier in Praag. Laatste kwartier de grip op de wedstrijd. Doordat we voorin de bal niet goed meer vasthielden. Vandaar dat Ronald de Boer wat opschuift en Jonk ook iets opschuift. En Peter Bos, omdat zij ook in het middenveld gevaarlijk zijn. Verdedigers zal moeten corrigeren. Wie laat je eruit? Peter van Vos. Ja. Het legioen ziet het natuurlijk zitten bij die 1-0 voorsprong voor het Nederlands elftal. Toch Oranje. Heeft toch iets ingeleverd. Een spits is weg. Een middenvelder is erbij gekomen. Peter Bos, de Feyenoorder. Het is voor hem zijn 7e interland. We kijken of nu het overwicht van die Tsjechen in het tweede deel van de eerste helft kan worden teniet gedaan in die tweede helft. Skouravi, hij was gevaarlijk, vooral door de lucht. Dat is natuurlijk bekend. Verlengde goed naar Kuka. En naar Berger en Friedek, die dan achter die 2 spitsen opduiken. Kijken of Tsjechië weer meteen probeert te drukken in het begin van die tweede helft. Peter Bos dus aan die rechterkant. De eerste overtreding in de tweede helft. Vrije trap voor de Tsjechen. De Boer. Nemec. En Blind. Nemecek. Man van Toulouse. Match.
Goeie actie van Nemec. Daarachter is Kouravi. Goed gecorrigeerd door Falks. Opnieuw een hoekschop. De kans. Kansje. Was voor Hapal. Daar ziet u invaller. Latal. Die is in het veld gekomen voor Friedek. Ook bij de Tsjechen een wissel. Dit is Berger. Maar nog steeds die 1-0 voorsprong voor Nederland. Sugo Parek. Nemecek. Nederland laat zich ook verder terugzakken. Stoort niet meer zo vroeg. Nu mogen de Tsjechen over de middenlijn komen. En nu pas wordt er dan gestoord. Katlec heeft wel ruimte om te pasen op Skouravi. Laat al. Skouravi. Ja. Het is een gevaarlijke man met het hoofd. En dat bewijst hij. Had ruzie met de trainer. Wilde niet meer voor Tsjechië spelen. Oering ging met de paasdagen naar Genua om hem te halen. En hij kwam. En hij scoort. Zoals we van hem gewend zijn met het hoofd. Falks was eventjes weg. Winter kon het niet meer opvangen. En het is 1-1. Juist op het moment dat Nederland door het inbrengen van Bos de zaak wat beter wilde organiseren verdedigend, scoort Tsjechië. En het is wel verdiend, vind ik. Overtreding op Seedorf. De Boer, die dus wat dieper speelt. Maar krijgt hij steun? Dat is de vraag. Training maakt het Kuka. Nemec. Blind. Overtreding gemaakt op Danny Blind. Op Berger. Falks in de opbouw veel vanaf die rechterkant. Winter. Jonk. Winter. Meteen weer diep en hoog richting de reus Skouravi. Niet. Nu wel weer eventjes wat pressie van Nederland. Meteen als de Tsjechen in balbezit zijn. Seedorf is daarbij. Bos sluit aan. Te hoog been.
Brian Roy. Niet in de basis dus. Wil niet meer aan die linkerkant spelen. Nemecek. Laat al. Nou, wie pakt hem aan? Jonk. Bos is mee. De Boer. Overmars. Winter met een overtreding. Radislav laat al. Kaplec. Nemecek. Oranje helemaal terug op eigen helft. Urabi. Geen overtreding van de Boer. Nemecek. Daar is niemand. Een slordig balverlies van Aaron Winter. Gewoon die bal verspelen. De Tsjechen weer de kans geven om aan te vallen. Urabi. Hoekschop. En een orgel wordt hier aangezet. En het publiek neemt dat over. Voelt dat er meer in zit dan die 1-1. Voelt dat de Tsjechen sterker zijn. Bijna was er weer Skouravi. Jong. Bos, kan hij dat belopen? De Boer. Bos. Kan er niet bij. Winter. Blind. Bos. Overmars. Maar is goed. Die is er nu voor. De Boer. Numan. Te laag. Slecht gegeven van Blind. Frank de Boer die dan rugdekking geeft. Seedorf. Urabi goed meegegeven aan Kuka. Overtreding. En een gele kaart voor Frank de Boer. Het wordt grimmiger, agressiever. Een hele boeiende wedstrijd. Deze zesde wedstrijd van Oranje in de race naar Engeland. En de Tsjechen moeten winnen. Willen ze een kans maken op dat eindtoernooi in 1996. De Groei. Urabi liep er net onderdoor samen met Nemecek.
De achtste hoekschop van Tsjechië tegenover drie van Nederland. Dat geeft ook iets weer van het beeld van de wedstrijd. De doorkop en de goal. De goal is van verdediger Hapal. Nee, het is Nemecek. Wat een domper voor het Nederlands elftal. Na die goede eerste 20 minuten geeft het de wedstrijd uit handen. De Tsjechen lijkt sterk in de lucht. Iedereen richt zich natuurlijk op Skouravi, maar dan is daar Nemecek die die bal uitstekend inkopt. Geen strakke dekking op Nemecek bij die eerste paal. En de goeie kansloos. Dit is Nemec, niet Nemecek, maar Nemecek was de man van de goal. Dat kan het ons schelen. Oranje staat met 2-1 achter. En nu moet Kluivert komen, denk ik. De Boer heeft te weinig steun voorin. Niemand. De Boer, niemand. Laat al. Jong. Blind. Winter. Overmars gaat. Is er amper hulp nu. Voor Overmars, voor Numan en de Boer. Gatlec. Gatlec. Frank de Boer. Winter. Overmars. Paas mislukt door Peter Bos. Daar is Berger. Dat is een uitstekende wedstrijd, Patrick Berger. Bij Tsjechië. De Boer. Continu de stopper Suchoparek in zijn nek. Seedorf. De Boer. En nu. Overmars. Kan hij schieten? Overmars moet schieten nu. Goeie poging. Eindelijk weer eens een doelgerichte actie van Nederland. Eventjes was daar ruimte voor Overmars. En bij de Tsjechen lopen de verdedigers zich warm. En Kluivert is de duck-out uit. Buiten beeld. De Boer. De Boer zit er goed bij. Jong. Niemand. Iets te veel met het lichaam. De Weef kennen ze ook al hier in Tsjechië. Op de tribune.
overtreding van Bos. Lichaam erin gezet. Nou, is een prachtige sfeer in dit stadion. De Tsjechen gaan helemaal uit de bol. Het legioen zit stilletjes. Tadlec of Berger? Het is Berger. En goed ook, en de goal! Oh, 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 oh! Tsjechië scoort via Berger. Het is 3-1, Skourapi viert feest. En met hem denk ik heel Tsjechië. Want met deze stand heeft Tsjechië natuurlijk een hele grote stap gezet richting Engeland. Dan ziet het er heel moeilijk uit voor Nederland. In 18 minuten scoren ze 3 goals. Het muurtje wordt geopend. De groei zit er net niet bij. Raakt die bal nog aan? Kon hem slecht zien doordat die bal goed door de muur kwam. En nu moet Kluivert gaan komen. Nu moet Nederland wat gaan forceren. Eigenlijk via het oude bekende systeem van spits, schaduwspits en 2 vleugelaanvallers. Wordt nu Pompel verzuipen. Nog een klein half uur heeft Nederland. Overmars. Kluivert meteen zijn trainingspak uitgedaan. En gaat Aaron Winter vervangen. Winter er dus uit. Tactische wissel. Niet omdat hij nou slecht speelde. En Kluivert wordt de diepe spits. En Ronald de Boer gaat erachter spelen. Seedorf wordt dan de rechter middenvelder. En Numan blijft die diepe spits aan de linkerkant. Daar is Kluivert. Daar is Jonk. Overtreding. Wordt niet gegeven. Jonk is kwaad. Blind. Laat al. Laat al. Kuka. Kouravi is er niet. Die wordt moe. Hij doet een stapje minder. Dat kan natuurlijk ook met die 3-1 voorsprong. Kluivert. De Boer. Nemec, die loopt weer het hele veld over, van links naar rechts. Over de as, over de vleugels. Verdedigend doet hij zijn werk. Kuka. En Nemec weer. Kadlec. Overmars. Kouravi. Overmars. De bal ook heel ver komen halen. Er is wel ruimte. Achter Hapal. Nu dubbele dekking. Berger. Goed neerverdedigd door Numan. Maakt meteen de rechtsomkeer. Dit is Berger. De man van de 3-1. De Boer. Bos. De Boer.
prima. Maar nu. Nu man. Bos. Seedorf. Het vlaggetje is nog steeds niet goed. Je zag dat eventjes. Het blauw boven, het rood beneden. En dat is minst erger vanavond in Praag. Het vlaggetje van die titel die in beeld kwam. Roy. Hiddink koos voor Kluivert. Dat is logisch, omdat Roy niet echt een type spits is. Die graag wil komen. Achter de spitsen. Balletjes mee. Overmars. Via de voet van Overmars ging die bal over de zijlijn, maar de Duitser zag het anders. Bos. Eventjes een fase dat Nederland wat langer in balbezit is. Nederland weer speelt op de helft van Tsjechië. En nu gaat het om kansen creëren. Dat bleek in Rotterdam moeilijk. En dat blijkt vanavond ook weer moeilijk. En verspeel je dan de bal, dan krijg je die counter over je heen. Nee, match. Nee, match, check. Tsjechen doen natuurlijk rustig aan, lopen op hun gemakkie naar die bal toe. Laat al. En een overtreding. Passeerde toch heel makkelijk Clarence Seedorf. En het orgel weer. Wat dat betreft is de westerse invloed wel heel snel gegaan. En dit kennen we uit Amerika. En Hiddink in zijn eerste echte wedstrijd met het Nederlands elftal. 3-1 achter tegen Tsjechië met nog 20 minuten en bijna 4-1. De Goei deed dat goed. Weer Skouravi met het hoofd. Kijk eens, goede kans voor Skouravi en De Goei. Kluivert. Jonk. Ja, het Nederlands elftal wordt bij vlagen gewoon overlopen door de Tsjechen die veel agressiever spelen. Die ook groeien in de wedstrijd, stuk voor stuk. Nemec, Nemecek, Skouravi, Berger. Spelen allemaal een topwedstrijd. En Nederland moet vechten. Nederland moet knokken. De passie. Nu moeten ook de talenten zich bewijzen. Seedorf, Kluivert. Er moeten jonge garden opstaan. Maar lukt dat in die laatste 20 minuten van de wedstrijd? Niet zo. Want daar was bijna weer Skouravi. Kuka. Gelukje, doeltrap. Seedorf. Jong. Ziet er maar weer eens. Vals. Mooi. Jong.
Dan weer net geen controle, net niet dat geluk. En er is weer geen doorkomen aan door die vijfmans defensie van de Tsjechen. Waarop Berger zich dan laat zakken, Nemec laat zich zakken. Skouravi blijft natuurlijk een ideaal aanspeelpunt voorin. Waardoor de Tsjechen ook het spel weer snel kunnen verleggen. Wat kan hij nog? Hij heeft geen wissels meer. Guus Hiddink. Kluivert. Nederland gooit. De Boer. Ronald de Boer. Jong. En Overmars. Kluivert. Jong. En Nieuwman. En die vleugels worden weer ver teruggedrongen. Iets waar Hiddink bang voor was. En daardoor ook voor dat andere concept koos aan het begin van de wedstrijd. En nu gaat er veel door het midden bij het Nederlands elftal. En dan lopen ze in de trechter van de Tsjechen tegen die muur van verdedigers. Dan krijgen ze bijna een counter over zich heen. Ook nu loopt het weer vast. Kan het Nederlands elftal die vleugels in stelling brengen. Weer door het centrum. Blind. Kluivert. Kluivert. En kracht genoeg. Te hoog been. Vrijt op Nederland. Overtreding van Kluivert. Dat houdt allemaal op. Katlec legt die bal nog eventjes goed. Nemec. Blind. Jonk. Overtreding op Jonk. Goed gezien van de scheidsrechter. Jonk werd eventjes vastgehouden, weggeduwd, waardoor hij de paas niet goed kon geven. Seedorf. Overmars. De Boer uitgeweken naar de vleugel. Alleen Kluivert voorin. Overmars weggezet. Vrije trap Nederland. Nee, Overmars heeft een duw gegeven. Vrije trap Tsjechië. Nog een klein kwartier. Heeft het Nederlands elftal. Buitenspel, laat al. De Boer. Ronald de Boer. Kluivert. Blind.
biedt zich aan. Er is weinig beweging meer. Nu Jonk. De Boer kan. Jonk. Kluivert buiten spel. Ook buitenspel bij de Tsjechen. Ronald de Boer blijft zich aanbieden, blijft bewegen, maar komt bijna niet het strafschopgebied in. Misschien nu. En dan weer een paas die niet aankomt. Kluivert. Opnieuw Kluivert. Ja, lokt dat goed uit. Weet dat de tackle komt op de Achillespezen. De Boer gleed weg. Inworp voor Nederland. Blind zegt tegen Jong, ga nou maar. We gaan gewoon alles in het strafschopgebied gooien. Nu is het tussenstation Ronald de Boer. Jong. Overmars. Overmars. Weer balverlies. En Nemec. Skouravi alleen voor. Aansluiting is er van Berger. Skouravi. Nemec. Als ze in balbezit zijn, dan laten ze gewoon de bal rondgaan, de Tsjechen. Overtreding in het voordeel van Seedorf. Jonk. De Boer. Seedorf. Bos. Blind ook mee naar voren. Kluivert met de lengte. Kluivert. Blind. Jonk. Zoeken naar de ruimte, zoeken naar de combinatie. Kluivert. Bos. Valks. Tsjechen schuiven dan op met de laatste lijn. Tactiek is duidelijk om Nederland uit het strafschopgebied te houden. Overmars. De Boer. Kluivert. Kluivert. Nou, hij probeert in ieder geval wat. Maar dat ziet er wel machteloos uit. En dat geldt eigenlijk voor heel Oranje vanavond. Behoudens dan die eerste 20 minuten. Toen Oranje goed speelde met zelfvertrouwen. Daarna was het over. Vooral in de tweede helft werd het minder en minder. Numan. Valks, de Boer, Kluivert. Dat zijn de koppers. Dan moet er iemand meegaan naar de keeper. Maar dat wordt bijna niet meer opgebracht. En grote problemen dus voor Guus Hiddink.
Want verliezen tegen Tsjechië mocht niet. Op zijn minst een gelijk spel. Eigenlijk moest Oranje winnen. Om in de race te blijven voor Engeland. En nu ziet het er heel, heel slecht uit. Blind. De Boer. Seedorf. Kluivert. Ja, daar gaat het wel. Daar kan Oranje de bal wel laten rondgaan. Maar verder. Vlak voor de goal van Kuba. In het Sasselgebied. Daar gaat het om. Misschien nu. Kluivert. Zat te vroeg in de lucht. Valt hem niet kwalijk te nemen, Patrick Kluivert, dat het niet loopt met Oranje. Het talent van Ajax. Dat geen basisplaats heeft in het elftal van Louis van Gaal. Zo'n jonge speler is natuurlijk ondoenlijk om zo'n wedstrijd open te breken. Oranje weer in de race te brengen. En dan merk je ook. In deze wedstrijd weer het ontbreken van Bergkamp. Wat natuurlijk een groot gemis is geweest. Voor Guus Hiddink en voor het Nederlands elftal. Bergkamp die net een treetje hoger staat dan alle andere spelers van Oranje. Die iets kan toevoegen. En dat ontbeert Oranje nadrukkelijk. Kuka. Bos. Niemand gaat. Jonk. Nog 5 minuten. Kluivert. Ook Valks nu mee naar voren. Kluivert, De Boer. Alle risico's worden natuurlijk genomen nu. Bos. De Boer. Jonk. Blind. Newman, bal kwam niet lekker aan. Dat zijn allemaal halve kleine kansjes. En eigenlijk heeft Nederland geen kans gehad in deze wedstrijd. De goal van Wim Jonk kwam van zo'n 18, 19 meter. Maar in het strafschopgebied is het Nederland zelf al absoluut niet gevaarlijk geweest. In de eerste helft niet, met Van Vos als diepe spits. En in de tweede helft niet, met eerst De Boer en later Kluivert als diepe spits. En in de tweede helft was het Nederlands elftal ook weer vleugel lam. Die is in de Tsjechen. Seedorf. Dan maar zo.
2,5 minuut. Maar weer een diepe bal naar Kluivert. Natuurlijk. Je kan niks anders meer. Laat al. Ruimte natuurlijk voor de Tsjechers. Kouravi. Laat al. Kouravi is voorin. Nou, Kuka, maakt hij het af? Nee. Een boeiende wedstrijd is het wel. Dat zeker. Niemand had verwacht dat de Tsjechen toch zo aanvallend zouden spelen. Zo agressief zouden spelen en zo goed voor de dag zouden komen. En daar waar Ajax internationaal furoren maakt in de Champions League, ziet deze trainer dat Oranje ver in de schaduw staat van dat Ajax. Dat het Nederlands elftal wel lange na niet Ajax kan benaderen qua speelstijl en vooral qua creëren van kansen. Tegen de Nooren lukte dat bijna niet in Oslo. Thuis tegen de Tsjechen in Rotterdam ook niet. En nu ook weer niet. En dan verdien je niet te winnen. Laatste minuut, officiële speeltijd. Numan. Overtreding tegen Numan. En een wissel natuurlijk. Horst Siegel. De spits die speelde in Rotterdam tegen Nederland moest nu op de bank zitten omdat de held uit Genua, Kouravi, weer terugkwam. En Siegel komt in het veld voor Latal. Nee, voor Pavel Kuka. Goeie wedstrijd gespeeld, rondom Kouravi heen draaien. En de officiële speeltijd zit er inmiddels op. Veel blessures zijn er niet geweest. Dus kunnen we nu al concluderen dat Nederland het hele belangrijke sleutelduel tegen de Tsjechen verliest. En eigenlijk had niemand daarop gerekend. Er werd gesproken over een gelijkspel, wellicht winnen. Maar het verliezen werd niet uitgesproken. En het tikkeltje frustratie van Peter Bos. En dan maar meteen het eindsignaal van de scheidsrechter. Nederland leidde nog bij rust met 1-0. En toen was het Kouravi, Nemetjek en Berger uit een vrije trap die het Nederlands elftal velden. De blijdschap natuurlijk bij Tsjechië dat een grote kans maakt om zich te kwalificeren voor het Europees kampioenschap voetbal in Engeland. Die conclusie kunnen we trekken door deze stand 3-1 in het voordeel van de Tsjechen tegen Nederland. En Nederland, het zal alles moeten winnen. Het zal ook afhankelijk worden van wat de Tsjechen gaan doen. Bijvoorbeeld tegen de Nooren. Publiek natuurlijk viert feest in Praag. Want sinds de afscheiding van Slowakije in 92 is dit het grootste succes tot nu toe voor de Tsjechen. 3-1.